Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 2 juni van weerplaza. Het was vandaag de eerste zomerse dag van juni. In de beeld werd 25 graden gemeten. In het zuidoosten was het nog warmer, 26, 27 graden in Limburg en Brabant. Alleen langs de stranden was het met 20 tot 23 graden minder warm, maar toch ook aangenaam. Ook in Duitsland en België en Frankrijk hebben ze te maken met warm lucht? Maar in die warm lucht ontstaan een aantal buien. Dat zijn deze witte plukken. En ook de computerberekening laat die buien ontstaan boven die omgeving voor vandaag. In de loop van de avond zullen de buien geleidelijk aan gaan verdwijnen, maar morgen overdag zitten ze met name boven Duitsland en zondag dan boven Polen. In onze omgeving hebben we op eerste Pinksterdag en tweede Pinksterdag te maken met een westelijke wind. Maar vanavond is het nog vrijwel windstil. De wind is vanuit het oosten, hooguit windkracht 3. Het blijft nog lang warm met 20 tot 24 graden. Er zijn wolkenpartijen, soms ook opklaringen. En vooral in het zuiden van het land komt mogelijk een enkele bui voor met onweer. Vannacht op veel plaatsen droog weer, lokaal nog een enkele bui. En het koelt niet verder af dan 16 tot 17 graden. En morgen overwegend veel wolkenvelden, maar soms spreekt hier en daar ook de zon door. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en daardoor wordt het minder warm. Aan de zee zo'n 20 tot 21 graden, maar in het oosten kan het lokaal nog 25 graden worden. En vooral in het oosten kan er dan een enkele regen of onweersbui gaan ontstaan. Dan hebben we met Pinksteren te maken met een westelijke wind en wordt het minder warm, maar 20 graden is nog steeds normaal voor de tijd van het jaar. Verder zien we wisselende wolkenluchten met af en toe de zon. Lokaal kan er op de eerste Pinksterdag een enkele bui vallen. En op maandag is de regenkans iets groter. Dinsdag is het ook nog wisselvallig met een temperatuur van 17 of 18 graden. En keert de warmte dan nog terug? Dat kunnen we zien als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de langere termijn. Dan zien we de dip met de Pinksterdagen en ook dinsdag. Maar vanaf donderdag volgende week gaat de temperatuur weer omhoog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.